De regering doet er alles aan om zoveel als mogelijk faciliteiten te bieden aan studenten die buiten Suriname verder willen met hun studie. Zo zal een groep medische studenten afreizen naar Servië voor verder specialisatie op medisch gebied. Ik mag niet zeggen, we hadden beurzen van Servië. Via buitenlandse zaken zijn we te weten gekomen. We zijn er achteraan gaan zitten. Ik mag u zeggen, met mijn onderdirecteur en de studenten en de oudersverzorgers zijn we al ruim 6 maanden bezig. Het is eindelijk zover. Ik mag u zeggen, een opluchting voor het ministerie. Ze vertrekken aanstaande donderdag via Amsterdam naar Servië. Ze gaan hun artsopleiding daar doen en ik mag u zeggen, we zijn de Servische regering heel dankbaar daarvoor. We zijn degene die er vertrouwen in hadden, onder andere de minister van Buitenlandse Zaken, mijn collega Polak, zijn we ook heel dankbaar. Eindelijk gelukt, om u eerlijk te zijn, we hadden bijna de hoop opgegeven, maar we hebben doorgedramd en het is zover. Servië heeft alle 15 geaccepteerd en we zijn blij dat 15 jonge Surinamers de kans krijgen om helemaal in Servië een artsenopleiding te gaan volgen, zodat wij over pakweg 5, max 6 jaar jonge Surinamers terug hebben met een gedegen Europese opleiding. Kunnen die Surinamers het die momenteel ook via een beurs in andere landen zitten om klaargestoomd te worden op het gebied van gezondheidszorg? Nou, voor zover ik weet, gaat het goed. We hebben voornamelijk op Cuba studenten die voor een artsenstudie daar zijn en die maken het redelijk goed. We hebben geen klachten en als er klachten zijn, zijn wij van het ministerie altijd ready om met collega PUSA deze studenten verder te begeleiden. En is er een update met betrekking tot actuele zaken, uw ministerie rakende? Het ministerie over het algemeen. Morgen zijn we op Brokopondo. Dan hebben we opening van een SZF-filiaal samen met collega van Handel en Industrie. Dat is kostenbesparend, 2 ministeries, 1 gebouw die we samen delen, samen bekostigen. We gaan daar ook een printer plaatsen, maar ook een SZF-kantoor, want u begrijpt, als mensen helemaal uit Brokopondo komen om hun zaken hier te doen, is het voor hun een hele hap geld, een hele hoop geld. En deze regering wil ook niet alleen alles in Paramaribo geconcentreerd hebben, we willen ook de zaken buiten Paramaribo hebben. Wij zijn een regering die landelijk overal ook voor de bevolking wil hebben. Ook al ben je in het verre binnenland of niet te ver in het binnenland. En dan gaan we morgenochtend ook nog een activiteit hebben. Ons Nationaal Strategisch Plan. Volgende week zijn we op Apura en in het Wayombo-gebied. Al met al. Het ministerie gaat rustig voort met een verhoogde snelheid. Gaan wij rustig onze zaken die wij voor ogen hebben realiseren. Wij gaan het regeringsbeleid uitstralen. En we gaan voor een nog hoger ladder binnen de gezondheidssector. En elk land zorgt voor een staatsburger, waar ook ter wereld. Ook zal also u bijvoorbeeld zeggen, u gaat naar China met vakantie, als er wat met u gebeurt, is altijd uw land verantwoordelijk voor u. Ook al gaat u op vakantie, hè? Dat is een internationale regel. En ook als u kwaad zou doen, dan gaat u Suriname te schande zetten. Als u goed doet, promoot u Suriname. Als u kwaad doet, zet u Suriname te schande. Wij laten u kortom, wij laten de kinderen van ons. Jullie zijn onze kinderen. Dr. Mohamed, gaan deze studenten zich specialiseren op verschillende vakgebieden? De bedoeling is dat ze eerst gewoon een basisartsopleiding volgen. En
Dat is het traject dat nu is uitgezet. Ze worden eerst gevormd tot algemene basisartsen. En nadien komen ze terug naar Suriname. De bedoeling is niet dat ze zich gaan superspecialiseren of subspecialiseren in een bepaalde richting. En hoe is Servië in beeld gekomen hiervoor? De overheid heeft die aanbieding van Servië gehad. We willen ook met andere landen samenwerken. Servië heeft zich aangeboden dat ze bereid zijn niet alleen Suriname, maar ook andere landen te helpen in een project. Het heet World in Servië. En in dit project doen een aantal landen, met name ook Caribische landen, mee. En Suriname is wel het land met het meeste aantal deelnemers. En het gaat om 15 studenten die medicijnen gaan studeren in Servië. Hoe lang duurt deze opleiding? De opleiding is doorgaans 6 tot 7 jaren. Maar in de eerste paar maanden gaat men een intensieve cursus hebben in de Servische taal. Hoe zit het met de financiële middelen voor de studenten? De studenten, als wij gaan de ticket de heenreis voor ze bekostigen. En dan geven ze ook allemaal een eenmalige uitkering van €500. Daarnaast is het zo dat die beurs omvat een tijdelijke gratis verblijfsvergunning. Gratis validatie van middelbare school en universiteitsdocumenten. Die kosten voor die Servische taal worden volledig door Servië op zich genomen. De kosten voor de colleges, geneeskunde, worden ook volledig door Servië op zich genomen. De accommodatie en de maaltijden in een studentenfaciliteit worden ook door Servië op zich genomen. De ziektekostenverzekering en ook nog een stipendium worden uitgekeerd. Het stipendium is 15.000 Servische dinars. Dat komt ongeveer op een bedrag van €130 per maand als een stipendium. Welke met name bedoeld is voor transportkosten, schoolmateriaal kopiëren en mogelijk andere uitgaven. Zijn er ook andere afspraken met Servië met betrekking tot de steun aan de gezondheidszorg in Suriname? Op dit moment weet ik dat we bezig zijn met Servië. Om te kijken hoe we als landen bilateraal goed kunnen samenwerken. Er zijn een paar andere dingen die we in mind hebben. Maar ik heb me meer bezig gehouden met het project World in Serbia. Dus ik zou uit mijn hoofd weet ik dat er wel een animo is om bepaalde andere medische projecten samen te doen. Maar ik heb nog geen details op papier gezien anders dan het project van de 15 medische studenten, de 15 beurszalen.